Ik ben Anne Broeksma, dus een van de stadsdichters. We hebben de 10, want Utrecht is zo'n poëtische stad. Daar kan één stadsdichter onmogelijk in zijn eentje aan. En nu komt de eerste helft en om 4 uur komt er een blokje en dan komt de tweede helft van de stadsdichters voorbij. Dus dan weten jullie dat. En we gaan allemaal een gedicht voordragen dat we speciaal voor Utrecht hebben geschreven en een, nou ja, vrij gedicht. En ik schreef recent een stadsgedicht voor Joke Smit. Zij is een van de aanstichters van de tweede feministische golf en komt uit Utrecht. Ik woon op het Joke Smitplein. En ter ere van haar 90ste verjaardag, als ze nog geleefd had, werd daar een gevelsteen geplaatst. En daar kijk ik op uit vanuit mijn balkon, dat vind ik heel leuk. En daar was een manifestatie en daar heb ik een stadsgedicht bij geschreven om haar te eren. En het heet Zonder Joke Smit. Er zit een meisje in de geschiedenis opgesloten. Zwart-wit staart ze uit haar raam en droomt van groene vlekken op een kaart van dansen, zingen, drinken. Ze wil de hele wereld in haar lijf laten weer klinken. Weet nog niet dat ze straks vrouw zal zijn en gevangen daar gelijk aan staat. Kon ik haar maar uit het antieke kamertje schudden, zodat ze weg kan sluipen uit de idealen van een ander die haar binden aan materie, huizen. Geen kans alleen te zijn met boeken, wat heldere gedachten, eigen geluiden. Ze zit me dwars. 'S nachts voel ik haar onrustig woelen, omdat ik precies dat meisje was als ik in het Nederland van voor Joke Smit ter wereld was gekomen. De geschiedenis is een universum vol gebroken meisjesdromen. En als tweede gedicht lees ik iets voor uit mijn recentste bundel Vesper. En dat wordt het gedicht Deurtje. Toen ik naar zolder ging om de was te halen, zag ik daar opeens een deurtje. Zo'n deurtje dat Noorse kinderen op bomen plakken om de bewoners eruit te laten. Maar iedereen weet, een deurtje, daar moet je niet aan beginnen. Deurtjes zijn de scheve machtsverhoudingen van de toekomst. En ja hoor, ik begon tegen het deurtje te praten dat het zo mooi was. Zo klein en toch compleet met dat koperkleurige klinkje eraan. Mijn stem schoot omhoog en ik boog voorover om het beter te kunnen bekijken. Voelde hoe mijn handen dragers werden om iets mee te tronen waarachter ik zelf kon verdwijnen. Ik dacht, nu gaat het beginnen. Het deurtje moest geopend natuurlijk. Maar wat als iets langs mijn benen omhoog wil klimmen? De wens te bezitten mij kleiner maakt dan het wezen dat mij zal vinden. Wat als het deurtje nooit meer ongeopend zal zijn? Want erger dan het mysterie is het ontrafelen ervan. En ik dacht, nee, hier begin ik niet aan. Takelde mijn bovenlijf weer op, verzamelde mijn kleren. Dankjewel.